Hier maken we een heerlijke rillet van eend. Eend is een heel erg machtig product, dus maak niet te veel als je het als voorgerecht gebruikt. Koop bij de slager of bij de poelier ganzenvet of eendenvet, ongeveer een liter. Doe daar peperkorrels bij, rozemarijn, jeneverbes, wat jij lekker vindt. Doe dan de eendenbout daarin en zet rustig op, niet tegen de kook aan. Dus langzaam voor een uur of drie of vier garen. Dat heet confijten. Je ziet dat het ganzenvet of het eendenvet helder is geworden, dus het is mooi op temperatuur. Nou, na drie of vier uur haal je het eruit. Je ziet dat het vet helemaal van de botten af is gegaan. Dat laat je even afkoelen. En vervolgens trek je het vlees van de botten af. Nou, dat knijp je daarna tot één gladde massa met je handen. Dus het is een soort van ragout bijna. Breng het goed op smaak met zout en peper. Een scheutje olijfolie, gebruik de beste kwaliteit. Meng goed door en eet bijvoorbeeld met een prachtige Provençaalse salade.